Hey, kijk eens aan. Wat plezierig, even lekker op de fiets. Maar ja, dit wat minder. Ja, dan wordt het fietsen wel moeilijker, hè? Dus wat een wind. En dat is toevallig, want daar gaan we het over hebben. Over wind. Poeh, een beetje rustiger. Laten we even over wind. Hoe ontstaat wind? Nou, stel je voor, ik heb twee vaten. Zit er lucht in? Luchtdruk is ongeveer de standaard luchtdruk, dus 100.000 pascal. En die twee vaten, die verbind ik stiekem met een leidingje. Zo, nou, dan gebeurt natuurlijk niks, want ja, links en rechts is tegelijk. Maar nu gebeurt het. We laten het zonnetje even schijnen. En een wolkje. Zonnetje aan de linkerkant, wolkje aan de andere kant. Dat betekent dus dat links de temperatuur een beetje oploopt en rechts naar beneden gaat. Dat betekent dus dat links de druk iets hoger wordt en rechts iets kleiner. En dan krijg je natuurlijk dat links hoger luchtdruk, laag rechts. En dat betekent dus, net als een ballon, dat er een luchtstroom gaat van hoog naar laag. En zo'n luchtstroom. Ja, dat wordt wind genoemd. En dan krijg je dus dat je altijd hebt dat je van hoge druk naar lage druk en daardoor ontstaat er een wind. Nu even naar de aarde toe. Zo, kijk, daar is de aarde. Het zonnetje moet er eigenlijk natuurlijk ook bij, want ja, anders is het erg koud op de aarde. En de zon schijnt, huppakee, richting aarde, maar hij schijnt natuurlijk daar loodrecht. En daar komt hij scheef op daar. Dat betekent dus dat je daar een hogere temperatuur hebt dan op het hogere punt. Dat betekent dus dat op de aarde krijg je eigenlijk altijd te maken met temperatuurverschillen. En temperatuurverschillen betekent drukverschillen. Ja, daar waar het hoogste temperatuur is, heb je een hogere druk. En dat betekent dus dat je een wind krijgt. En de wind is altijd dus meestal van de evenaar omhoog richting noorden, maar natuurlijk ook, spiegelbeeld, ook naar het zuiden toe. Nou, laten we eventjes de aarde van bovenaf bekijken. Zo, precies de Noordpool. Je ziet hier eventjes voor geografen, dit is Groenland. Ja, hier Noorwegen, het grootste stuk Rusland en hier is Canada. Ja, eventjes hier, Beringszee ook nog. Dit stukje is Alaska. Maar vooruit, daar gaat het natuurlijk niet om. We laten een wind waaien en de wind die laat ik starten daar onderaan. Dat is net nog rechts van Schotland. En ja, die wind gaat natuurlijk omhoog. Ja, dus normaal is het hoppakee, die kant op. Ja, oftewel, de windrichting zou zo mooi een rechte lijn omhoog zijn. Maar dat is niet het geval. Want behalve
dat de wind omhoog gaat. Maar wat gebeurt er nog meer? Wat is het eigenschap van aarde? Dat hij gaat draaien. Dus de wind gaat recht omhoog en de aarde draait onder de wind door. En zie je dus al wat er gebeurt? Er komt een bochtje. Kijk, hij gaat zo, schijnbaar een bochtje. Maar de wind gaat wel echt recht omhoog hoor. Laat het nog maar eens een keer bekijken. Kijk, ja, ik doe even een streepje recht omhoog en een streepje, dat laat ik niet bewegen. De aarde gaat dus wel draaien, het streepje blijft recht omhoog. En dan zie je dat de wind recht omhoog gaat. Maar omdat de aarde draait, lijkt het dus alsof het met een boogje gaat. Dit effect, dat dus de wind op de aarde een boogje krijgt, dat wordt genoemd het Coriolis-effect. Ja, het is een Fransman, een beetje moeilijk uit te spreken. Maar goed, hè, dit Coriolis-effect, dat heeft ook tot gevolg dat je dus op die weerkaarten van die mooie bochtjes in de wolken ziet. Kijk. Zoiets, je ziet de wind echt krullen maken om een bepaald punt heen. En dat is hier met de L aangegeven. En de L staat voor laag drukgebied. De wind zal iedere keer naar dat punt willen, maar de aarde draait iedere keer er onderdoor. En daardoor zal dus de wind iedere keer van richting wisselen en dan krijg je dus zo'n mooie krul. Ja, op het noordelijk halfrond krijg je hierdoor een draaiing en dat is een draaiing tegen de klok in. Althans, bij een laagdrukgebied heb je niet een laagdrukgebied, maar heb je een hoogdrukgebied, dan zal je juist met de klok meedraaien. Althans, het noordelijk halfrond. Als je op het zuidelijk halfrond doet, het spiegelbeeld in feite, dan krijg je in feite net iets anders. Ja? Dit is in de buurt van Australië. Ja? En daar draait het met de klok mee. Ja? Althans, weer met een laagdrukgebied, een hoogdrukgebied, dan is het juist weer tegen de klok in. Deze constateringen die werden het eerst gedaan door meneer Buys-Ballot. En we noemen deze dan ook de wet van Buys-Ballot. Ja, Buys-Ballot trouwens, die zie je hier. Dat is het oprichter van het KNMI. Een Nederlander en ook nog een slimme Nederlander zelfs. Maar Buys-Ballot, ja, die heeft het ook anders geformuleerd, die wet van Buys-Ballot. Die zegt van, goh, als je nu op de grond staat en je doet de wind in de rug, dan is het altijd zo dat aan de linkerkant van jou het lagere gebied ligt en aan de rechterkant het hogere gebied. Wet van Buys-Ballot. Dan krijg je zo'n weerkaartje en in weerkaartje dan zie je dus daar de hoge en de lagere gebieden en dan weet je dus precies van goh, wind, ja, die zal dus op die manier daar een richting doen. Dus de windrichting kun je bekijken waar je de lage en hoogdrukgebieden hebt, een hoogdrukgebied daar in het midden, hè? Dus daar zal de wind nou juist net anders omgaan. Betekent dus bijvoorbeeld hier in Nederland, die zit hier eigenlijk in het midden ongeveer, hè? Maar ik krijg hier dus hier bij Nederland, hè, in het zuiden zeker, hè, krijg je dus een wind die kant op. Dat betekent dus dat de wind uit het oosten komt en in de zomer zou dat warme lucht betekenen en 's winters juist koude lucht uit het oosten. Nog even een ander weerkaartje en hier zie je echt van die lijnen liggen en één zo'n lijn, dat wordt een isobaar genoemd. Wat is een isobaar? Nou, je ziet hier al, hè, op deze lijn, ja, daar staat 1020, hier ook 1020. Dat betekent dat als je op deze lijn bent, dat overal de druk 1020 hectopascal is. Ja, dus een isobaar is een lijn waarop de luchtdruk overal dezelfde waarde heeft. Ja, je ziet bijvoorbeeld hier, ja, een mooi gesloten lijn van 1040 hectopascal. Dat betekent dat dit hier een hoger drukgebied is. Ja, en hier, ja, onder de 1000. En hier is dus duidelijk een laag drukgebied. En met zo'n isobaar kun je de windrichting bekijken. Ja, nogmaals, hè, met een hoger drukgebied is de windrichting, althans de noordelijk halfrond, met de klok mee. Dus die gaat die zo. Ja, en betekent dus hier 1020, hè, is de windrichting op die manier. Ja, en hier tegen de klok in. Dus hier krijg je dus de windrichting zo. Hè, dus dan krijg je wind die kant op. Nou,
En behalve de windrichting kun je met de ijsbaan ook nog de sterkte van een wind een beetje bekijken. Want als die ijsbaan vlak bij elkaar liggen, dan heb je een heel groot luchtdrukverschil. Op een klein gebied betekent dat daar de wind harder zal gaan waaien. Dus je kunt hier, ja, hier zal dus een behoorlijke harde wind zijn. Dit zal dus dan ook een stormdepressie worden, denk ik. Net, terwijl dus hier, ja, relatief weinig wind zal wezen. Ja, dus die isobaren, die kun je gebruiken dus om het weer een beetje te voorspellen, een beetje te lezen. En wat hebben we nu weer? Wat zal deze wind ons brengen? Nou, ik hoop dat je het ziet. Want hier kun je ontwaren dat het einde is. Ik zou zeggen van bedankt voor het beluisteren en tot een volgende keer.